Nou, vandaag zijn de nominaties bekendgemaakt. En ja, wat vinden jullie eigenlijk van de genomineerde artiesten voor de TMF Borsato Award? Nou, super. Heel gevarieerd. We hebben echt, ze noemden net het hele rijtje op, dus ik ga het weer aan jou laten. We hebben Destien, Lisa Lois, Diggy Dex, Waylon. En dat zijn in de genres? Hip-hop, pop, punk, rock, soul. Dat dacht ik. Daar heb je een assistent voor. En welke genomineerde artiest heeft jullie voorkeur? Dat is natuurlijk een hele lastige, want wij zijn natuurlijk... Mag je dat zeggen? Heel objectief. Dat kan je wat is jouw favoriet? Nou, ik moet je zeggen, kijk, Destin heeft echt een wereldnummer gemaakt. En als ik dat nummer op de radio hoor, dan zet ik hem eventjes wat harder. Dus dat, ik ben een beetje bevooroordeeld. Nou, ik vind het wel leuk, want Destin is wel een beetje de underdog in Nederland. Ja. Hè? Want in Amerika en Engeland zijn punkbandjes, weet je, super populair. En in Nederland gebeurt dat niet. Terwijl nou, het wel goede muziek is. Want Voice was vorig jaar ook genomineerd, het team met Borsato Award. En iedereen dacht ook van, nou... Dat is de underdog en die zullen niet heel veel mensen op stemmen. Maar dat bleek toch een nek-aan-nek race te zijn geweest tussen Dio en Voice volgens mij. Ja, dat is waar. Dus daar kunnen we nog heel veel van verwachten. Ja, maar ja, dan heb je een Waylon die al wel heel veel heeft gewonnen. Maar ja, ook wel weer heel erg terecht. Die jongen die doet het zo goed. Dat is ongelooflijk. Ik was nog eventjes bang dat toen hij zijn haar afknipte, dat het toen afgelopen zou zijn. Dat het alleen maar om zijn looks ging. Het gaat alleen maar beter. Die jongen die kan echt, echt verdomde goed zingen. Dan heb je Lisa. Ik vind het zo knap van haar, weet je, dat je iemand hebt uit een talentenshow die... Ja, die toch gewonnen heeft. Die zich, ja, maar die dat echt het imago van zich af kan schudden. Want dat is moeilijk hoor. Ik bedoel, Jim. Die heeft het echt lang over gedaan om dat hele idols imago van zich af te schudden. Ja. En dan heb je Diggy Dex. En ik moet je zeggen, ik heb dus Lisa gezien op het Bevrijding Festival. Ja. Nou, dus 100.000 mensen stonden er. Het ging helemaal... Ik zag mensen met de ogen dicht naar de luisteren. Dat dacht ik echt, ja, dat is nou wat een artiest zou moeten zijn. Dus dat zijn onze favorieten. Allemaal.